Vrijdag 5 november was het weer Groene Vrijdag in Nijmegen. Het is een erfstuk uit 2018 toen de stad Green Capital was, oftewel Groene Hoofdstad van Europa. De opening vond dit jaar plaats op het ROC, waar voor deze gelegenheid een vintage kledingbeurs was opgetuigd. Grappig, een maand geleden zijn we met de drie onderwijsinstellingen uit Nijmegen, dus het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit en de organisatie van Groene Vrijdag, dat is eigenlijk een initiatief vanuit de gemeente Nijmegen, zijn we bij elkaar gekomen. En toen hebben we eigenlijk koppen bij elkaar gestoken van nou, we zouden het heel gaaf vinden om met die partijen samen iets te doen op deze Groene Vrijdag vandaag. Toen kwam eigenlijk de HAN met het idee, nou laten we een kledingruil doen, want op de HAN is dat al vaker georganiseerd, daar vanuit Green Office. Dus daar was al wat ervaring mee en toen waren eigenlijk de andere partijen meteen enthousiast omdat het, ja, allereerst natuurlijk gewoon een heel leuk initiatief is voor studenten om je kleding te kunnen ruilen met elkaar. En daarnaast we allemaal op deze manier wat positieve impact kunnen maken en iets kunnen bijdragen. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende sectoren in de wereld. En dus belangrijk om niet zomaar kleding te kopen en weer weg te doen als het je niet meer bevalt of als er een vlek op zit. Maar om daar zelf bewust mee om te gaan en om het aan te bieden aan andere mensen die om heel veel redenen het hartstikke leuk vinden om andermans kleren te dragen. Twee ROC-studenten van de evenementenopleiding hebben deze klus op zich genomen en daarvoor moest van alles geregeld worden. Zelfs contact met de politie. We hebben gezorgd dat alle rekken hier kwamen. We hebben kleding uitgezocht. Alles genomen met Fieldwork Foundation, ja. Het goede doel. Ja. William, de wijkagent, die zorgt dat alle kleding naar de goede plekken komt. En het geld wat we ook hiermee ophalen, dat het ook bij de juiste mensen terechtkomt. De kledingbeurs was grotendeels afhankelijk van mensen die vrijwillig hun kleding hebben ingeleverd om in de rekken te hangen. Er is veel ingeleverd en daardoor kan het zomaar zijn dat je als onderdeel van de organisatie toch nog iets leuks mee terugneemt. Echt heel veel mensen hebben kleding ingeleverd en ook gisteren had al een docent ook al wat kleren gekocht, stiekem. Ja. Ik heb al iets voor mijn moeder gekocht en Kiki heeft ook kleding ingeleverd. Ja, ik heb heel veel kleding ingeleverd. En wat dan allemaal precies? Jas, rokjes, t-shirts, dat soort dingen. Best wel veel nog, een hele tas. Ja. Ik heb wel kleding ingeleverd ook, maar ik had niet zo heel erg veel, want ik moet zeggen dat ik vaak zelf ook al doneer en kleding wegdoe. En ik heb net wel even rondgekeken. Ik heb tegen mezelf gezegd, je mag eigenlijk niks kopen, want je hebt helemaal geen ruimte meer in je kast thuis. Maar ik zag zoveel leuke items dat ik misschien toch nog wel even ga rondkijken straks. Ik heb niks ingeleverd en ik heb begrepen dat ik wel mag kijken en dat ik dan gewoon met euro's iets mag kopen. En de andere mensen die krijgen bonnen, hè, en die kunnen dan met die bonnen. Maar ik wist eigenlijk eerlijk gezegd niet dat ik hier al van tevoren kleren had kunnen inleveren. Maar ik ga zeker even kijken of er voor mij wat leuks erbij hangt.